Yo, mijn naam is Kaja Junior en ik breng jullie weer een nieuwe video. En vandaag zijn we in Rotterdam. Wat we vandaag gaan doen is wat Truth or Dare spelen. Die ging super lekker op de eerste editie. Daarna zijn we terug, maar in Rotterdam. De vragen zijn veel heter. Vandaag sta ik hier met... Laura. Leonor. Oké, en wie is de stoutste van jullie twee? Huh? Ja? Misschien. We gaan vandaag Truth or Dare spelen. Wat kies jij? Truth. Truth, oké. Ik heb mijn lijstje met Truth hier. Ik ga even scrollen. En jij mag gewoon zeggen stop, oké? Ik start nu met scrollen. Wat is het gekste openingsding die je ooit gebruikt hebt of ontvangen hebt van mensen? Iemand zei tegen mij, ik ben mijn hoofd kwijt, kan je die aan mij geven? Huh? En hoe heb je erop gereageerd? Well, ik zei gewoon het vak. Oké. Vandaag sta ik hier met... Talia. Melanie. En hoe oud ben jij? 14. Waarom lach je zo? What the fuck? En jij? 15. Wie is de stoutste van jullie twee? Zij. Jij? Ga je ermee eens? Wat? Ben je ermee eens? Ben jij de stoutste van jullie? Nee bro, zij broer! Wat zegt deze chickie? En waarom op papa zeer je dat? Omdat, laat me niet te veel praten, he, toch zij? Wat kies jij, truth or dare? Truth. Zeg maar wat, Steve, stop met zeggen. Oké. Met hoeveel mensen heb jij al gezoend? Twee. Je liegt. nu een eerlijk antwoord, alsjeblieft. Oké, onder de 8. Onder de 8, oké, netjes. En wie was het slechtste? Zo'n jongen. We bliepen die namen eruit gisteren. Nee, zo'n jongen uit Oost. Ik ben beleefd. En waarom was hij slecht? Het was zeg maar, het ging verkeerd bij hem of zo. Iets ging niet goed in zijn hoofd. Ben je vrijgezel toevallig? Ja man. Kan de camera kijken en zeggen, ik ben met niemand bezig? Ja man. Ik ben met niemand bezig. Laat in de comments weten of hij liegt. We gaan vandaag Truth or Dare spelen, ken je dat? Ja man. Oké, wat kiezen? Truth or Dare? Doe maar Dare man. Dare, oké, hete speler. Ik ga beginnen met scrollen en dan mag jij gewoon stop zeggen. Regel iemand zijn of haar snap. Oh, dear. Het is gewoon een random dame gaan en regelt haar snap gewoon. Ik geef jou de mic en dan do your thing. Ik ga proberen, man. Okay. Zal ik je iets mogen vragen? Nee? Zeg maar, ik zag jou daar zo lopen net toch? En ik vond jou best wel gewoon een mooie dame. Zal ik misschien je snap mogen bespreken? Nee, ik vind iemand anders interessant. Oh, je vindt iemand anders interessant? Ze vindt iemand anders interessant. Zal ik jullie wat mogen vragen? Zou ik jullie maar... Nee? Is goed. Ze willen niet, man. Zou ik jullie maar mogen vragen? Nee, oké. Bro, tegenwoordig, Roffa Dimes zijn crazy, bro. Ze gaan gewoon niet. Vandaag sta ik hier met. Met Javan, man. Hoe oud ben jij? Ik ben 18 jaar. En ben je van Rotterdam zelf? Sowieso. Ben je waar? Oké. We gaan vandaag Truth or Dare spelen, ken je dat? Ja, man, ken ik. Oké, je bent down? Tuurlijk. Kijk in de camera, zeg ik ben ready. Oké, ik hoor je. Wat kies je, Truth or Dare? Dare, oké. Heb jij een ex? Ja, een soort van. Heb je haar nummer nog? Ja. Je moet haar bellen en zeggen dat je eigenlijk terug met haar samen wilt zijn. Ben je ready daarvoor? Ben je down? Zou ze opnemen als ze nu belt? Ik denk het wel, ze wil mij wel, mij kwam. Oké, dan gaan we proberen zien of ze jij wilt. Zet op luidspreker en dan gaan we horen. Hallo. Hey. Hey, ik heb een vraag. Kan ik, ik heb er eigenlijk over nagedacht. En ik wil toch wel proberen, man. Welk spelletje ben je nou? Ik speel geen spelletje. Ik ben alleen. Ik ben thuis in een kamer. Ik was zo aan het denken zo en ik dacht ik wil je gewoon terug, man. Gewoon, ik mis je en zo, weet je. Ook hebben we maar één dag gehad, maar niet uit. Ja, en ik weet, jij wilt mij ook terug, dus dan, weet je. Je weet meer dan één dag, oké? Ja. Ja, maar met wie ben je? Ik ben alleen, man. Ja, is tv achtergrond. Maar ga je nog reageren? Ga je nog reageren? Oh, videobel. Zie je? Ik sta toch in mijn tuin? Ik sta in mijn tuin. Kijk hier, boom, alles van jou. Huh? Kijk hier. Is boom. Maar wil je me terug of niet? Is je laatste kans. Javan, welkom. Welkom, speel je man. Deze is boos. Misschien moet ik ophangen. Wauw, dat klonk niet zo happy, hè? Ze had je gelijk door. Man, laat film toch. Is Bobby. strijder. Wat kies jij, truth or dare? Oké. Truth, oké. Ik ben aan het scrollen, zeg maar, stop. Hoe was je eerste kus? Ja, het was echt heel lang geleden. Het was niet heel bijzonder of zo. Ik was toen best... Was dit slecht of zo? Jawel, want hij deed opeens... Kijk, ik was met hem aan het zoenen en hij deed opeens schulp open. Maar ik was 13 of zo, dus ik dacht, wat de fuck doe je? 13? Ja, ik was 13, nou 14 of zoiets. Hij was een beetje hongerig, man. Ja, dat... Crazy. Misschien is het tegen hem die nu aan het kijken is, als hij deze video zou kijken of zo. Het was een vakantie dus. Hij praat geen Nederlands, gewoon met een vreemde persoon nog eens. Oké, heftig. Jullie gaan ook meedoen. Ik dare jullie
om te abonneren op mijn YouTube-kanaal. En laten we samen de 20k abonnees halen. Let's go. Vandaag sta ik met een super frisse jongeman. Stel jezelf eens voor. Ik ben Regeline. Man, pak de mic. Ik ben 17 jaar. En ja, man. Ben jij vrijgezel, jongeman? Nee, man. Vrouwtje. Hij heeft wifi. Ja, loyaal, nigga. Altijd loyaal. Kijk in de camera en zeg, ik ben loyaal. Ik ben loyaal naar mijn vrouwtje. Ik hoor je. Wat we vandaag gaan doen... Oké. Ik hoor je. We pakken truth or dare. Doe maar gewoon een dare. Een dare. Man, heet. Oké. Laat je beste dance moves zien. Dus gewoon 10 minuten, 10 seconden. Laat even je moves zien. Oké. Maak een freeze. Gevallen en zo, fris. Ik hoor je. Zo dansen ook in de club? Zo dansen zeker in de club, man. In Club Blue? Club Blue. Hey. Waar ben je nog te vinden? Alleen Club Blue? Eigenlijk niet, man. Ik ben nergens te vinden. Okay, ik hoor je. Hoor je nog het zeggen tegen de kijkers die momenteel nu aan het kijken zijn? Abonneer. Truth or dare? Truth. Truth, oké. Stop. Oké. Maar je bent 15, hè? Even die vraag veranderen. Heb jij ooit gelogen om onder de dates uit te komen? Hoe bedoel je? Je had een date, je had afspraak met iemand, maar je hebt gewoon gelogen. Je zei bijvoorbeeld, ik was ziek, maar uiteindelijk was je niet ziek. Ja. Wat was jouw excuus dan? Mijn tante ligt in het ziekenhuis, ik moet naar haar toe gaan. En waarom wou je niet naar die afspraak gaan? Was hij niet lauw of zo? Ik wou gewoon niet. Dan kwam je met die zwakke excuus. Ja? Wat waren zijn intenties, die boy? Wat wou hij doen? Ja. Wat hadden jullie gepland? Ja, die jongen wou gewoon uit eten gaan, maar ik vond hem niet mooi. Geen VDV erna? Had geen VDV gepland? Nee. Gewoon uit eten, je had daar totaal geen zin in? Ja, ik had geen zin. Niet per se iets belangrijks of iets interessants. Gewoon uit eten. Okay. En stel je voor, die persoon nu is aan het kijken. Wat wil je tegen hem of haar zeggen? Sorry, maar vraag me nooit meer of je wat wil doen. Vandaag sta ik met twee super frisse boys uit Roffa. Stel jezelf eens voor, man. Joshua, man. En jij? Ik ben Griekse. En wie van jullie regelt de meeste dames? Ik heb wifi, man, bro. Oh, je hebt wifi, hoe lang al? Paar maatjes. Je bent met niemand anders bezig? Nee, man. Ik kan in de camera kijken, zeg ik ben met niemand bezig. Bro, ik ben met niemand bezig. Bro. Ik hoor je. Hey, wifi, als je dit ziet, ik ben met niemand bezig. Alleen met jou bezig. Ik hoor je. En jij, heb jij een vriendin of ben je vrijgezel? Nee, ik heb een vrouwtje, man. Hoe lang zijn jullie al samen? Nou, het is ingewikkeld, weet je, maar ik heb een vrouwtje. Oké, wat kies jij? Waarheid. Waarheid, oké. Laat me even de waarheid erbij pakken. Ik heb dus een lijstje en gewoon zeggen stop. Right. Stop. Oké, deze vraag is voor jou. Wat is de vreemdste plek dat je ooit seks hebt gehad? Ik heb geen seks gehad, man. Ik ben maagd. Huh? Bro, stop. Stop die cap, bro. Je bent maagd? Ik ben maagd, man. Kijk in de camera even en zeg dat je maagd bent. Ik ben maagd, man. Laat in de comment weten of je hem gelooft, want ik geloof er niks van, man. Waarom niet? Ik ben gewoon maagd. Oké, als jij het zegt. Mag ik iets zeggen? Ja, zeg maar. Kijk, als ik zeg dat ik maagd ben, ben ik maagd. En niemand kan me zeggen van, hey, je bent niet maagd. Nee, ik ben maagd. Klaar. Okay, wat kies je? Truth or dare? Dare. Dare. Oké. Geen rare, hè? Ik scroll gewoon, hè. Ja, ik scroll. Moet je geen rare uitkiezen. Oké. Oké, let's go. Oké. Nee, dat is niet zo heftig. Laat je heetste DM zien. Ik DM niet. Nee, maar de heetste DM die je ooit ontvangen hebt van iemand. Ontvangen van iemand? Ja. Zo. Ik ben benieuwd wat die boys van Roffa naar jou sturen of andere boys. Geen boys, man. Het is gewoon mijn nagels die eerst, mijn vriendin. En dat zijn gewoon... Even iets denken, wat is de heetste DM die je ooit hebt ontvangen van iemand? Ja, dat was, ik weet het nog, maar dat heb ik verwijderd. Okay, maar... Dat was volgens mij een keer, ik was gewoon op Insta en toen kreeg ik een DM van een of andere man van 30 of zo. Die wilde toen met mij naar bed en zo en ik dacht, what the fuck. Oh. Dus ik heb het gewoon verwijderd, ik heb niet gereageerd, ik heb het gewoon weggehaald. Heftig, oké. Moet je misschien zeggen tegen die guy die misschien deze video gaat checken? Hé, hey, je bent raar bezig, man. Als je gecashed wordt, hé, hey, is je zaak, man. En je was minderjarig ook, hè? En je bent nog steeds minderjarig. Ja, wat ik net zeg, ik ben nog steeds minderjarig, hè? Heftig. Oké. Vandaag sta ik hier met? Destiny, hoe oud ben jij? 18. 18. En ben jij een stoute dame of een brave dame? Wat een grap. Hoe ben ik hier opeens in mijn landen? Ik versta je niet van beneden, maar wat zei je? Ik verstond dat echt niet. Hoe was jouw accent? Ja, ik kom uit België. Ik ben niet van hier. Truth or dare? Maar... Sinds wanneer had ik ja gezegd? Jongen. Door juist dit? Je zei ja. Hij zei dat toch ja? Ja, snap je? Dus truth or dare? Jullie gaan met allebei iets... Truth or dare? Shit. Dare. Oh, dare. Oké. Laat je heetste DM zien. Of vertel wat de heetste DM is geweest. Ik zit bijna niet op Insta. Wat is de heetste DM die je kreeg op Snap, Insta, van een jongen of een meisje? Oh, een meisje zei ooit tegen me van dat ze een... tongpiercing had en dat ze het wel wou gebruiken bij me.
Oh shit, heftig man. En hoe heb je erop gereageerd? Ik had het pas laat gezien eigenlijk. Je had het pas laat gezien, dus je kon er niet meer op reageren. Ik wou er ook niet op reageren. Maar je bent hetero of biseksueel? Bi. Bi, oké. Maar je voelde niet aangetrokken tot die meid? Jawel, ze was gewoon een mooie dame. Maar ik heb gewoon geen interesse. Heb je daarna nog iets geprobeerd, maar of gewoon, zijn gewoon vrienden gebleven? Ik heb haar dinges niet eens gedingest. Gedingest? Wat is dat? Gewoon, ik had er niet op gereageerd. Oké, ik hoor je. Jij wou ook waarheid? Ja man, stop. Oké, wat is de slechtste date die je ooit hebt gehad? Neem ons mee in dat verhaal. Hey. Dus luister, dus ik haal die peekje op van station. Eindstand, we wakken naar mijn osso toch? Gewoon wakken, dus niet eens bus of zo, gewoon wakken gewoon. We wakken naar mijn osso, 20 minuten. Eindstand, we komen osso, we hebben honger. Wat doen we? We lopen weer terug naar Mackie. Helemaal terug, we lopen weer helemaal terug. Eindstand, we halen Mackie. Ik moet ook nog alles lappen. Maar is het normaal, ik ben man, toch? Broer, we halen die Mackie, we komen bij mijn osso weer. Broer, we eten 20 minuten, we liggen in bed. Ik wil haar eens een kusje geven, broer. Ze jij me gewoon van no. Broer, daarna. Ik dacht, no man, jij auditorie. Daarna naar Osso. Nee man, dat was niet de model. Maar heb je haar naar Osso gebracht of gewoon gezicht van ja? No, ik heb haar gebracht. Je weet toch, gewoon respect. Je weet toch, bro, die Osso, ik ga niet zo naar Osso sturen. Snap je? Ze was niet van Tilly. Ik snap je. Stel je voor dat kijk nu die video, wat wil je tegen haar zeggen? Tegen haar zeggen? Je bent kaka man. Oh, gewoon zomaar, oké, ik hoor je. Hey toch, ik ben de bloemen guy. Ik breng je bloemen in de ochtend en in de night, wist je dat? Vraag het jongen. Heb je een dame ooit bloemen gebracht? Nee man. Hè? Waarom niet? Ik ben niet de gentleman. Oké, maar je hebt tattoos, je bent light skin, maar waarom heb je geen bloemen gebracht? Zo te light skin ben ik ook niet, snap je? Ik hoor je man. Kijk, ga jullie iets uitleggen. Kijk, als jij een vrouw wordt, breng haar bloemen. Geloof mij, breng haar bloemen. Maakt niet uit welke kleur, rood, blauw, oranje, groen, geel, paars, breng haar bloemen. 100. Dit was het dan, Rotterdam. Ik heb enorm genoten van deze video. We hebben heel veel durven tegenkomen, maar ook veel mensen hebben els genomen. Vergeet sowieso niet te liken, te abonneren. Laat me weten in welke stad ik nog een keer moet komen. En ja, ik ben door. Ciao!